Kees. Ha? Je bent ook een lekkere, hoor. Hoezo? Je zegt tegen mij, je kan me zonder jas naar buiten. Het is verdikken met lekker 16 graden onder neu. Dat wist ik met niet. Met die och, het is, de wind snijdt door je heen. Zie je niks geks aan? Wist dat niet, hoor. Kijk, ik heb een jak al getrokken. Oh ja. Heb ik geleend van de bakkersvrouw hier in het dorp. Ze keken me hier aan in het Zwitserse skidorp. Of ik van een andere planeet kwam. Maar ja, ik denk, ga geen COVID, het kan niks schelen. Tuurlijk niet. We hebben alleen zo'n bankjes. Ah. Je hebt het snelkacheltje aan. Ja, het staat hier. Hier is het bloedheet. Lekker hoor. Hier is bloedheet, nou ja. Maar ik ben alleen zo bang dat ik nou die boodschappen voor niks heb. Voor niks? Nou, dat ze vanavond ook niet komen door die kou, de nudisten. Hoezo niet? Hè? Hoezo nou, niet? Hoezo niet? Ja, dat is veel te koud. Het is dat bedoel je dan, nou? Nou, die komen wel hoor. Schoenen, Ah, wat denk je? Zo van een glaasje. Het ja, wordt gezellig vanavond. Ah, we mogen ook niet mopperen. We zijn het eerste nudistencafé op de skihelling. Eerste ter wereld, maar ik kan wel zeggen, het loopt als een tiet, echt nog, waar. Zeker weten. Het is echt enorm. Het is pak even de boodschap aan, Kees. Oh ja, de boodschap. Moet ik het allemaal nog zelf showen. Even kijken wat je meegenomen hebt. Ja, kijk maar, Peps of zoute stokjes, alles wat zout is. Pinda's, hier heb ik. Prima. Nou, je komt nog van alles in. Wat heb je nog? Chocolaatjes vind jij zo lekker, met menteren. Chocolaatje. Ja, zit erin. Lekker. Nou, kom eventjes de webs opwarmen. Ja, natuurlijk. Het is gewoon één koude klont hierachter. Ik ben hier Kom maar achter dan. Gauw even. Zo. Tegen het kacheltje. Je hoort het sissen. Ja. Jij bent in het eerste nudiste café ter wereld op de skihelling. Hoe vindt u dat? Ja. We zagen de brood, of brood. Geen dikke snee. Nee. Maar dat hoeft ook niet. Nee, want het gaat een naturist of een nudist nooit om het geld, hoor. Nee, hoor. Het gaat ons juist echt om één te zijn met de natuur. En dat zijn we wel, hè. No. En daarbij geldt, we hebben de schaapjes al lang opdrogen. Kees heeft er een eland op, zeg ik wel eens. Die heeft ze goed geboord. Die heeft zijn aardappelveldje goed kunnen verkopen. 4 miljoen heeft hij gekregen. Nee, dat mag niet zijn. Nee, natuurlijk niet. Nee, heeft hij niet gekregen. Nee. Maar mag ik even vertellen aan die mensen hoe we hier terecht zijn gekomen? Zo even leuk om te vertellen. Ja, nou, moet je dat vertellen, maar dan maar. Moet een beetje niet zo. Niet zo kinderachtig. Even kietelen. Je kietelt er wel bij. Ja. Is het? Heb ik piek of zo? Nee, oh nee. Oh nee. Ze zien iets geks met binnen, wat? Iets geks? Ja, misschien hiervoor. Daar? Nee, dat is niks. Nou, laat zitten. Nee, maar... Kees, die bar is nog klaar dan dat. Kijk, is allemaal kringen van bier. Moet je even lappen, Kees? Oh, ja, ik zie het. Sorry. Hij vergeet zoveel. Kees vergeet veel. Nou, je kunt merken, hij is geen echte horeca. Nou, dat is Kees, niet waar. Ja, eerlijk zijn, want een barman die lapt alles wat onder zijn handen komt. Die. Nou ja. Nee, maar, u weet natuurlijk op het gebied van nudisme, naturisme, is er enorm veel. Je hebt bowlingbanen, je hebt kegelbanen, zwembaden, stranden. Maar op het gebied van skiën was er nog niets. Nee. En toen werden wij gebeld door de nudistenvereniging, want wij zijn al jaren lid. Kees is zelfs het langste lid van allemaal. Ja. Hij zit vanaf de eerste oprichting zit hij erbij. Ja hoor, en, toen belden ze ons op van de vereniging en toen riepen ze direct, ik zie bellen. Ja, nee, sorry, dat is mijn naam. Ik ben vergeten. Nee, niet, ik zie Bille, maar kijk, ik ben me vergeten voor te stellen. Kijk, Xibille, dus dat is Griekse naam. Xibille uit de broek. Zie je wel? Xibille uit de broek. Kees zit ertussen, ja. In elk geval. Toen zeiden ze, Xibille, riepen ze, jouw man, Kees, hebben we gehoord, die heeft zijn zaak zo goed verkocht. 4 miljoen. Nee, dat had hij niet. Maar toen zeggen ze, willen jullie niet wat centjes stoppen in een nieuw project? Ik zei, nou wat dan? Toen zeggen ze, nou, in Zwitserland ligt een terrein bloot. Het is op de helling, maar ze zeggen, prachtige helling, een zonnehelling, eeuwige zon. En toch eeuwige sneeuw, hoe is het mogelijk, je snapt het niet, uit de wind. En ideaal voor nudisten. Ze zeggen, we gaan de hekken plaatsen en liften. Luxe stoeltjesliften komen er, zeggen ze. Met stoelverwarming erin. Ja. Ja, maar dat moet ook wel, hoor. Dat moet wel.
Dat is die vochtige haartjes gaan aanvriezen tegen de kou. Jij ging zin maar op de skiën, hè? Vanavond hebben we nog kerstje. Als u... Kees. Ja. Kees, hoor even. Maar ik wou weten, Kees, heb jij de manager nog gebeld? De manager? Nee, die heb ik niet gebeld. Nee, die heb ik niet. Nee. Van het orkestje? Nee hoor, dat is het niet. Jawel, want ik zou boodschappen. Dus zou jij even... Nou, dat vind ik helemaal mooi, zeg. Ben je vergeten? Oh, dat is wel de manager. Ja. Hoe laat ze komen? Vergeten. Heb je even vergeten, vrienden? Stom. Dan moet je even bellen. Waar is je zaktelefoon? Nee, piepertje. Nee, ik weet het niet. Piepertje ligt niet. Je hebt het thuis laten liggen. Ik ben een man. Ja, ik zag hem liggen op het salontafel. Vergeet hij altijd. Gaan we buiten bellen dan? We hebben alleen maar, we hebben nog geen aansluiting, dus we kunnen nu? Op pleintje even bellen. Ja, is koud. Ja, koud. Trek je even mijn jackie aan. Kun je ook schreeuwen? Nee hoor, nee. Maar je moet even niet. Door. Nee, dat doe ik niet. Doe dat jack nou even aan je vat. Koud, doe zit ik is je bloed heet. Nee, doe dat. Wat is het nu? Oh, dat had je in je handpalm geschreven. Nee, niet? Ja. Zo kom. Oh, daar ga ik weer. Het is wel een lekkere vent, hè? Het is een schat, echt. Hij is zo lief en zo attent, echt, hoor. Het is mijn tweede echtgenoot, maar ik zeg altijd, het had mijn eerste moeten zijn. Ja, want de meeste kerels, ik weet niet wat uw ervaring is, maar ik vind de meeste mannen zijn horken. Die duiken s'avonds naar bed en die gaan met die kont naar je toe liggen snurken. En niks van welterusten prinsessenkind of dotterkees, niks. Hè? Het is te slapen. En Kees daarentegen, die heeft zoveel etiketten. Zoveel etiketten. Zo schattig. Die, ik zou je vertellen, die wacht op mij totdat ik het bed in kom. Al is hij hondsmoe, hij blijft wachten op de rand van bed. En ik douche altijd nog, dus ik ben meestal later. En dat is dan zo ontzettend lief. Als je hem ziet, dat is... Dat moet ik niet, dat moet ik even vertellen. Even gezellig. Even onder vier ogen, hè? Maar ja, dan zit hij dus op die rand van het bed, kun je je voorstellen, en ik kom dan uit die douche. Maar wat gebeurt als ik uit die douche kom en ik sta in die deuropening? Dan kijkt hij me aan met zulke koeien ogen. En dan zegt hij iedere avond weer zo bewonderend van... Billen. Hij noemt altijd billen. Zegt hij altijd, billen, wat ben je toch mooi, hè? Ben je toch mooi? Zegt hij elke avond, hè? En ook hier, billen, wat hou ik toch van je? En als hij dat zegt, weet je, dan sla ik altijd de ogen neer. Ja, hij denkt dan dat ik verlegen ben, maar nee, dan check ik even of hij niet jokt. Ze zijn onderweg. Ja, het is billen. Wat is er nou? Wat is er nou? Ik weet het niet. Oh, dat trekt wel weer bij, hoor. Och. Tuurlijk. U let wel op details, hè. Nou, ik heb het je eerder gezegd, Kees. Het is me al eerder opgevallen. Aangeklede mensen lachen blote mensen uit. Ja. Wat gek is dat toch? Nou. U lacht toch ook niet om een blote hond? Nee. Of een blote duif? Ik zeg altijd, een mens is een schilderijtje uit lichaam. He, en een landschap, een stil leven. Ik zelf ben een woeste zee. Ik zeg altijd, ik ben een enorm uitbundig. Ja, nou ja. Ja, ik weet wel dat ik geen wereldfiguur heb, hoor. Maar dat hoeft ook niet. Ik ben hier wat zwaar geschapen. Wat beneden aan, ja. Ik heb dit is een beetje verzakt. Dat is een verzakte pyramidalis. Ja. Zeg, het zit ik het zo bijpakken, hè? Maar ja, ik ga niet lenen, hoor. Dat vind ik zo zonde van je tijd. Mens, geniet gewoon, laat het lenen zitten. Ja, hoor. Trouwens, ik weet wel één leuk dieet. Als u per se moet lenen, dan moet je eens een knoflookdieet proberen. Dan kun je uitbundig alle lekkere deeltjes blijven eten, maar daarnaast moet je 12 tenen verse knoflook op een dag opkouwen. Ja. Ja, je wordt daar niet slanker van, hoor, maar op afstand lijkt je veel dunner. Ja.
zeker weten. Trouwens, over afstand gesproken, Kees. Ja. Jij zegt net dat orkestje komt eraan. Maar komen ze uit Tokio of komen ze uit Basel of komen ze, waar komen ze vandaan? Ja, weet ik veel. Ja, uit het dorp. Nee. Jawel. Meer? Ja, en dat is 200 meter lang. Dus dan staan ze voor de deur, dan moet je even gaan kijken. Nou, loop ik gelijk het om. Ik ga even die warme schoen uit, ja. Ja, het is een lekkere vent, hè? Orkest is er, hoor. Orkest is er. Dan kan het feest losbarsten. Kom erbij, trek je kleren uit. Kom binnen. Gezellig. Kijk eens. De warme schoen. Zak vervangen. Al is je man een hamburgzwijntje en ik zelf mis Piggy. Wij gaan daar niet om zeuren, zeg. Ik geniet gewoon van Dirkie. Ha, alle remmen los. Loop maar ver om die hond heen, kom maar. Mensen, toe vergeet nou dat figuur is. Ja,